Daar ben ik zo klaar mee. Niemand wil dat ook meer zijn. Dat kan echt niet meer. Het is klaar. Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Vorig seizoen hebben de gierige gasten een lijst afgewerkt van dingen die ze absoluut niet willen doen voor ze sterven. Wat is er met hem aan de hand? Ozer! En dit jaar is er weer zo'n lijst. Vorige week werd Martijn een dag lang opgesloten als dier. Als jullie hem in die zak gaan stoppen? Ik krijg een dikke pakket van me. Aanschouw jouw transport. Ouwe. Oh my god. Ik zit in een hok, in een stinkhok. Ik kan het gewoon niet meer goed praten. Per aflevering is er één iemand de lul die uitgeloot zal worden door een trouwe kijker. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Heren, staan we weer. Wederom. Heren, staan we weer. Weer, inderdaad. Leuk om jou weer te zien. Ga je lekker, Martijn? Nee. Ja, maar probeer uit te komen, of niet? Ik schuur mijn vel eraf. We kunnen beginnen. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja, nee. Eigenlijk niet, maar pak het. Het moet. Je bent hier met de reden, toch? Precies. Hè? Zullen we het maar gewoon doen? Ja, laten we ik doen. Ik ga de tape erin doen. Ja. Daar waar het eerst een van de populairste zoektermen was op YouTube, wil je er nu absoluut niet meer mee geassocieerd worden. Weg, joh, wat neem ik mijn kijkers in normaal? En dat komt voornamelijk door de makers die een bijzonder slecht gevoel voor humor hadden. Mijn grote excuses doen aan de mensen en aan de ouders. Toch zal anno 2020 een van de gierige gasten de verloren hype weer moeten oppakken. Want degene die geloot wordt zal voor één dag de allerslechtste pranker ooit moeten uithangen. Geprankt! Oh! Wat zeg je? Je bent geprankt voor YouTube! De andere twee mogen uiteraard de pranks bedenken. Pranker voor een dag. Bij het woord prank begin ik al te kotsen. Die pranks die zijn zo vaak gedaan en het is echt... Het was eigenlijk 2 jaar geleden was dat. Niemand wil dat ook meer zijn. Dat is, er staat nu zo'n stempel op prankers dat iedereen dat nu ook gewoon een beetje irritant vindt. Oh, maar dit is niet erg. Dit is niet erg? Maar wat vind je zo aan dan? We maken onderling wel veel grapjes. Dat is leuk, maar je hebt echt van die echt hele slechte pranks. Ergens ga je echt niet vermoedende mensen op straat, zo zie ik het voor me, echt iets fucking doms bij doen. Die het niet verdienen. Die het niet verdienen, gewoon onschuldige mensen. En dan ga je daarna als een debieltje... It's a prank, bro! Ja, dat wil je echt niet. Nou, ik vind het persoonlijk wel iets minder erg dan webcamboy zijn. I'm spanking you now. Dat deed je wel goed, man. Ja, thanks. Ja. Er zat ook mijn ziel en zaligheid in. Nou, de kijkers die verzinnen jullie opdrachten. Ja. En het is duidelijk dat ze niet het beste met jullie voor hebben. We hebben zoals altijd weer een kijker uitgenodigd. En dit keer is dat Joris. Welkom. Kom maar gezellig naast mij, ik bijt niet. Kom er gezellig bij staan. Laten we beginnen. Ja, ik vind het goed. Aan jou de eer. Ja, is dat het? Oh, ja, het gaan we worden. Oké. Okay. Ik heb je een slecht gevoel. Dankjewel. Oké, okay, jongens. Kom op. Nee, niet nou. Joost! Oh, yes! Deze is lekker. Lekker. Ja. Jullie waren zo erg van... dat ik het zag aankomen. Ik irriteer me gewoon aan hoe Niels en Martijn hier zo goed op gaan. Hij gaat echt voor lul staan. Echt keihard voor lul. Hij wordt die blije eikel met zo'n confetti popper. Prank! Ik dacht dat je dood ging. Prank! Ik denk dat het echt niet een lullige prank wordt. Ik denk dat het echt een prank wordt. Ik weet niet waarom, maar ik heb superveel zin in vandaag. Ik ook. Ja? Het wordt ook een hele lange, leuke dag. Ik denk dat Joost het iets minder leuk gaat vinden, want hij gaat de meest gehate pranker worden. Ja.
Nou is ja, hij eigenlijk al een beetje. Hoeft hij totaal geen moeite voor te doen, inderdaad. Maar Joost, je mag erbij komen. Ja hoor, daar is hij. Ja, dat was mijn cue. Dat was jouw intro. Top. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Nu nog wel. Ja, ik zit er nog wel lekker in vandaag. Met goede benen ben ik gestapt. Oh, dus je hebt er wederom heel veel zin in. Wederom heb ik heel veel zin in. Je gaat echt je best doen. Maar ik ben gewoon wel benieuwd wat we gaan doen. Ja, de meest gehate en de meest gebruikte prank op YouTube is toch wel de Halloween pranks? Ja, totaal uitgemolken. Anno 2020, niet meer leuk. Niemand zit erop te wachten. Echt, vooral in het nuchtere Nederland niet. Nee. Flikker op met je fucking YouTube pranks. Als jij nou denkt aan de meest gehate prank snacking van YouTube. Ja, een type prank. Dus Snapking is geen type prank, dat is gewoon een prank. Hokey killer clown. Nou, kijk YouTube. Nou, je hebt geen outfit nodig, dus... De prank is pas klaar als hij echt mensen over zich heen krijgt die het niet leuk vinden. Nee. Dat hij echt op het matje wordt geroepen van wat ben je nou aan het doen? Dat hij moet zeggen, maar het is toch leuk? Dus nee, het is niet leuk. We moeten ook zwakke slachtoffers kiezen. Oude vrouwtjes. Gehandicapten. Kinderen van vier. Zwakke vrouwen. Ik heb een geweldige 6ix9ine-achtige beeldruimen. Oh jee. Alsjeblieft. Oké. Nog een outfitje volgens mij. En nog een outfitje. Oh. En mag je jezelf gaan omkleden, jongen. Aan het einde van de dag zijn er sowieso mensen aan het huilen gekregen. Met die mensen bedoelen we Joost. We willen Joost aan het huilen krijgen. Ja, we gaan niet naar huis totdat Joost helpt. Doe. Wij hebben de tijd. het clowntje lacht nog. Jij gaat hier zometeen pranks uithalen, dus je gaat mensen laten schrikken. Ja. Het is heel belangrijk dat nadat je iemand hebt laten schrikken, je vervolgens je masker af doet en zegt, geintje, het is een prank. Kijk, daar is de camera. Fuck man. Ja, het is echt de meest gedane prank op YouTube, denk ik. Niemand zit er meer op te wachten. Ik eigenlijk ook niet. Maar jij zit natuurlijk wel echt in die rol. Dus ook als er bijvoorbeeld iemand komt, bij wijze van de GVB of een politieagent die zegt van hé jongen, ben je aan het doen? Dan moet je vol trots vertellen dat jij pranks aan het opnemen bent. Ja, is goed. Maar jij bent vandaag een trotse pranker. Maar jij weet wel dat Killer Clowns wel is dan opgepakt, toch? Klopt. Dat lazen we net toevallig. Lekker Joost. Ga je nog steeds je best doen? Ja. Zeker. Top hoor. Maar ik kies wel gewoon om de slachtoffers te zijn. Nou, dat is wel mooi. Oké, nou, maskertje op. Wow! Wat is dit, Jezus! Zo. Holy shit, wat doe jij, gozer? Wat ben je voor een lul? Stomme pranker. It's a prank, bro. It's a prank. There's the cam. Zijn echt geen grappen. Heel goed. Even for your information, Niels. Ik ben in contact met Joost. Dus verklap nog niks over verder vandaag. Nee, precies. Even kijken, dus hier komen ze eruit. En dan komen ze zo. Ga je maar vast eventjes... Ga je maar even daar bukken? Ja, dit is top, dit is top, dit is top. En dan... Bukken. Er komen mensen, laten we deze gaan doen. Ja, laat deze gaan doen. Nu. Dit is een prank. Je bent geprankt voor YouTube. Kijk, daar zijn de camera's. Daar is de camera. Zo, dit is awkward. Ik kan dit niet aan. De cringe kan ik niet aan. Rustig, ja. Hier gaat het gebeuren. Nu. Je bent geprankt voor YouTube, bro. Daar is de camera. Daar is de camera. Ja, jongen, ook jou even tuk. Ik had jou tuk, hè. Zeg maar even, ik ben keihard geprankt. Ik ben keihard geprankt. Voor YouTube. Voor YouTube. Geprankt voor YouTube, bro. Tering. Dat is de meest gehate zin in mijn brein. Ik kots ook gewoon een beetje voor mezelf. Snel zitten. Er komt de volgende. Snel zitten. Joost, laag met je hoofd. Oké, nu. Jij bent geprankt voor YouTube. Jij bent geprankt voor YouTube. Zo, zij schrok. Even zwaaien, even zeggen dat je geprankt bent voor YouTube. Nee, ik ga het niet zeggen. Hoe voel je je nu? Ja, gewoon wel een beetje kinderachtig. Maar een beetje maar, hè. Joost doet het goed in de zin dat als het masker afgaat, het nog pijnlijker wordt. Ja. In principe moet je gewoon Joost laten communiceren met mensen, dan wordt het awkward. Ja, dit is natuurlijk wel gewoon best wel triest. Ik ben 29, weet je wel, en ik loop hier mensen te laten schrikken. Het is best sneu. We hebben een ander type mens nodig. We willen het bij de Belmer doen. Nee, dit gaan we niet bij de Belmer doen. Jullie willen mij gewoon tikken laten krijgen. We moeten dit een kraaiennest doen. Kraaiennest, hoor dat dan. Oké, er wordt wel gesmoest daar bij de GVB. Wat is dat? Niks? Het opnemen, voordoor maken mag gewoon niet binnen het station. Oh, oké. Okay. En kijk daar eens, wat is het? Maar hij is een pranker. 1, 2, 3, nu Joost. Je bent geprankt voor YouTube. Daar is de camera, zwaaien.
Ja, beter stoppen. Je bent geprankt voor YouTube, man. Stop. Prank voor ja, ik film niet. Alles, ja? Ik film deze weg. Ja, een betere weg gaan. Ja. Dan gaan we hier gaan we gaan er vandoor. Ja, bedankt. Yo. Dit is zo snel. Waar zullen we het doen, Martijn? Nou, bij hem. Met een kapmes. Ja, van achter even slijpen. Dan... Ja? Ja? Oké, top. Ja, jullie kunnen alles. Ja, heel eerlijk, wat willen jullie? Laten we kijken bij meestal zo. Oké, Martijn. Ja. Oké, waar gaan we het doen? Ik zag hier net, kijk, ja. Ja, dit is perfect. Ja. Hier zo? Nou, jongens. Oh, jee. Oh, dit is niet best. Je helpt me wel, hè, als het fout gaat. Moet ik even met mijn collega overleggen? Niels, wat doen wij als het fout gaat? Rennen. Ja, we helpen je, Joost. Okay, ik ga voor je aftellen, Joost. 3, 2, 1. Go. Je bent geprankt voor YouTube. En we zitten. Nee, dit is een oude vrouw. Moet even zwijgen naar de camera. Je bent geprankt voor YouTube. Het is niet grappig. Nee, het is niet grappig, hè? Nee, het is inderdaad niet grappig. Dit is zo erg. Go. Je bent geprankt voor YouTube. Daar is de camera. Even naar wat zwaaien. Je hebt groot gelijk, ik zou mezelf ook volledig negeren. Oké, dit was de laatste metro. Ik heb mezelf wel flink vlug gezet. Dit was de laatste metro, laten we naar de volgende locatie. Ja? Ja. Je hebt volgende locatie of volgende prank? Beide. Nou, af en toe wordt er even wat geroepen, maar ik heb nog geen tikken gehad. En dat was wel ons doel. Maar het is pas de eerste prank. Wat is waar? Wij zouden Martijn en Niels niet zijn als wij de boel niet zouden opbouwen. Zo dit is het. Dit is natuurlijk de minst heftige prank. Van de dag. Ik voel een bruggetje naar de volgende prank. Joost, hoe voel je? Nog wel op zich best wel oké. Heb je er weer een zin in? Het was een kutprank, ja. Maar het kan altijd erger. Het kan altijd erger. Nou, daar zijn wij nu voor. Ja, volgende personage is... Jij bent... Bob de Bouwer. Jij bent niet zomaar een klusjesman, jij bent een hele onhandige klusjesman. Jij hebt namelijk een verkeerde kabel doorgesneden. En je moet een bedrijf binnenrennen om hun te vertellen dat ze nu allemaal naar buiten moeten, want ze lopen gevaar. Ja, en het is niet zomaar een bedrijf. Het is zeg maar zo'n flexwerkspot. Dus er werken ongeveer een paar honderd zzp'ers. Ja, en wat heel belangrijk is, als ze allemaal buiten staan, dan moet je ze eventjes bij elkaar roepen. Oké, jongens, kan ik even iedereen hier krijgen? En dan is het... Prank! En dan staat er 100 man voor je neus die niet zo heel blij met je zijn. En je mag nu ook niet zeggen, dit zijn de camera's. Nee, gewoon, ik heb jullie geprankt. En ik ben alleen. Mag je niet verschuilen achter ons. Je mag je niet verschuilen achter ons. Oké. Oké. Dit is een speelgoedhelm, toch? Dat zie je er ook wel gewoon van af. Het komt wel iets minder geloofwaardig over. Dus ik zal nog extra mijn best moeten doen om mensen te overtuigen dat het echt zo is. Want... heel eerlijk, je ziet dat dit gewoon uit de Bart Smit is gehaald. Het is echt een heel goed slecht plan wat zij hebben bedacht, zeg maar. Je bent geprankt voor YouTube. Hou je het nog? Joost. Eerlijk? Ja. Ik begin nu wel mee te voelen. Hoezo? Omdat het is en blijft gewoon een actie. Ja, ik denk dat ze er vast op kunnen lachen. En je hebt je veiligheidshelm op. Ja, alleen die is niet heel stevig, dat voel ik gewoon. Oké. Dit ook? Ja, dit is ook pijn. Ja, en dit? Nou, heel veel succes, Joost. Ja. Maar ga je voor de overtuiging of ga je voor de slappe hap? Nee, ik ga voor de overtuiging, maar het kan op twee manieren gedaan worden. Ja. Het kan over maar, twee... doe het gewoon. Heel veel succes. Oké. Oh, ja, hij gaat... Ik heb hier zin in. Goedemiddag. Hoi. Ik ben hier op de hoek aan het werk en we hebben per ongeluk een verkeerde leiding geraakt. Er hoeft er niks aan de hand te zijn, maar ik wil gewoon heel veel dit checken. Dus is het mogelijk als iedereen gewoon naar buiten. Iedereen moet naar buiten. Kun je dat voor mij helpen? Nee. Jij moet het doen. Jij moet het doen. Goed, wij zijn hier buiten aan het klussen, maar iedereen moet heel snel naar buiten. Drop, Joost! Overtuigende. Er komen mensen uit. Oh, dit is AD, man. We're working outside, but we made a mistake with some...
Ja, Leidingen, ik ben hier. Leidingen. Ja? Wil je dat het hele gebouw geëvacueerd wordt? Het zou wel handig zijn als mensen hierboven ook naar beneden komen. Zo snel mogelijk. Er staan hier al twee maar bij. Dit raam is niet geblendeerd. Hier gaat iedereen zich verzamelen. Ja. Like which way? Like not go that way at all. Ja, yeah, just go this way. Oh my god. Maar ik moet zo meteen gaan vertellen dat het een grap is. Oh, ik ben helemaal naar. Wij hebben het daar onder controle, maar we willen als we daar dat helemaal hebben dichtgesloten, het hier even kunnen controleren. En daarvoor moet wel even iedereen het pand uit, zodat we het zeker weten. Er gaan er een paar honderd mensen. Een paar honderd mensen, I told you! Ik bel heel veel mijn collega om te zien hoe daar allemaal gaat. Joost, Joost. Oké. Ik word er een alarm af gaan. Ouwe, er gaat een alarm af. Wat moet jij je f***en, Joost? Dit ging veel te ver. Dat alarm hoor je gaan toch? En het enige wat je denkt is, ik ben deze guy, ouwe. Er staan allemaal mensen hiervoor. Oh my god. Voor mij mag je het niet doen. Oh. Ik wil je weg. Ja, hoe gaat het bij de klas? Gewoon nu doen. Gewoon nu doen. Iedereen bij elkaar roepen. Iedereen bij elkaar roepen. Iedereen bij elkaar. Doe het. Nu? Ja. Ja. Oké. Okay. Mag ik heel even jullie aandacht? Ja, heb ik iedereen zijn aandacht? Jullie vragen natuurlijk af wat hier nu aan de hand is. Dat heeft me ook heel lang afgevraagd. Ik zal het heel kort uitleggen. Can you do English, please? Yes, yes. En dan gaat alles zo goed en dan krijg je nog één cadeautje. Namelijk, hij moet het in het Engels doen. Y'all question yourself, what's happening here? I understand. I will explain it shortly. You guys are all been pranked. You've been pranked. I'm not even... I'm just a regular guy. I don't work there, man. It's just a prank. So there's nothing on the hand. It's a prank. Waarom voelde je noodzaak om dit te doen? Nou, ik voelde niet echt heel veel noodzaak om te doen, maar ik snap het. Het is niet grappig. Ik snap dat je boos bent. Bij deze, sorry. Ik dacht, ga wel je naam wel hebben nu op dit moment. Snap ik. Volgens mij ben ik de klos, man. Ze willen de politie zo bellen. Hier komen. Kom naar de auto, rij je gewoon weg. Oké, je stapt in de auto en Floor, je rijdt weg, ja? Oké. Okay. Instappen en we rijden. Gassen! Oh my god. Dat was dit pijnlijk. Dat hele pand werd geëvacueerd. Gewoon zo'n alarm, we denken alleen maar... Dit gaat helemaal fout. Ja, dat dacht ik ook wel. Ik dacht de hele tijd, dit gaat helemaal fout. En toen al die mensen voor mij stonden, toen op een gegeven moment zei hij tegen mij, het is toch genoeg. Ik kijk wat van die trap afkomt. Dat, echt, het vierdubbele. Dit was zo'n goede prank, Joost. Dit was... Maar je beste moet nog komen. Ja, als het nog erger wordt dan dit. Ja, het wordt nog erger. Oh, het wordt nog erger dan dit. Joost, ben je klaar voor de derde prank? Kom maar op. Kom nu met je jachtseizoen. Ja, dus. Ja, echt hè? Nou, vertel maar. Wat jij gaat doen, je hebt allemaal bloed op je handen. Dan reed je naar een vreemde toe, helemaal in paniek. En is het help, 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 help. Mijn vrouw is verongelukt, ze heeft een ongeluk gehad. Verongelukt. Nou, in ieder geval, er is iets heftigs aan de hand. En als ze de hoek om zijn, dan moet je omdraaien en zeggen... Haha, ik heb helemaal geen vrouw, het was een prank. Jij moet 100% in je rol blijven. Ja. Dus je moet zeggen, ik ben Joost. De grootste pranker van Nederland. En je mag niet zeggen nee, het is voor de anti-bucket list. Jij moet in je rol blijven. Wat ik echt heel k*** vind, is dat ik moet gaan volhouden. Dat ik dit leuk vind, dat het een grap is. En ik ben Joost, de grappenmaker van YouTube. De grootste pranker van Nederland. Hier heb ik een potje met bloed voor je. Nou, laat het dan maar doen. Lekker pik, dat is de instelling. Hoppa. Ja, die kan wel eens heel heftig gaan worden. Ja, het wordt sowieso heftig, want dat hebben we ook al een beetje voorbereid. Ja. We gaan ook niemand echt hiermee pranken. We hebben namelijk een figurant en die is heel groot en die is getraind om heel heftig te reageren op dit soort dingen. Kijk, onze acteurs. Yes. Dat is goed. Zijn. Martijn. Jij bent volgens mij de finale klapper vandaag. Jij komt dan denk ik als eerst. Ik ga de spits... Jij gaat spits afbijten. Spits afbijten, ja. En dan trap jij hem. Kapot. En is klaar. Letterlijk? Kapot. Oké, okay, ik heb er helemaal zin in. We moeten oprecht eventjes opschieten, want Joost wordt misschien nu een beetje achterdochtig. Dus laten we hem ophalen. Ja. Joost. Ben je klaar voor? Gooi dat bloed maar op je handen. Lekker smeren, jongen. Ja, 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 ja. Nou, het is een serieus ongeluk, hè? Het is echt een serieus ongeluk. Ja, dat zie je. Dat is vast. Ja. Gooi dat ding eens een keer aan. Oh, gozer. Zo. Zo. Ja, ja, oké. Okay.
Ja, okay. Jongens, high fives, hè? Laten we beginnen, let's go. Oké, wij gaan meteen daar staan. Ja. En dan ga ik mensen wijsmaken dat mijn vrouw het ongeluk heeft gehad. Haha. Dat is toch. Vertel, ik moet hier om het hoekje staan. Ja, wij gaan gewoon hier met jou wachten. Oh, je bent erbij. En wij gaan. Wij gaan iemand uitzoeken. Jij komt hier vandaan, jij rent naar hem toe. En dan moet je hem ook weer hierheen krijgen en hier ga je vertellen dat het een prank is. Oké, dus ik schouw hierachter. Jullie wijzen aan wie je moet hebben. Ja, ja. Deze jij? Oh, of deze oortjes in. Ja, deze gast. Deze gast. Dit is een student, Help, kan je mij helpen? Wat is er gebeurd? Ja, er is een ongeluk gebeurd hier. Waar? Laat zien. Waar is er gebeurd? Hier. Is dit jouw bloed? Nee. Wat? Prank. Je bent geprankt. Is dit een grap? Ja, dit is een grap. Wat ben jij idioot? Ik dacht dat er iets aan de hand was, man. Ja, nee, dit is een grap, man. Ik ben Joost van het grappenmaakkanaal. Ja, ja, dit is een prankkanaal van YouTube. Namelijk Joost Make Pranks. Fijne dag, hè? Oei, yo. Dit is zo. Ik snap hem zo, hè. En ik moet volhouden dat het grappig is. Laten we het niet te vaak doen. Dat doen we nog één keer. Nog één keer. Ja, dit is wel heel pittig, ouwe. Kom maar. Help. Kunt u mij helpen? Ja, er is een ongeluk gebeurd. Ja. Hier. Ja, een klein ongeluk gebeurd. Kiel, wat heb je gedaan? Ja. Wacht. Prank. Je bent geprankt door het YouTube-kanaal Joost Make Pranks. Sorry man, ik zeg eerlijk, ik moet dit eigenlijk volhouden, ik kan het niet volhouden. Ik zie, kom, je hebt gelijk. Nee. Je hebt gelijk, ja, weet ik. Je hebt gelijk, ik snap je reactie. Je hebt gelijk, dat weet ik. Je hebt gelijk, ik ben het met jou eens. Ik kan er niks aan doen, grap. Grap. Ja, bro. Je hebt gelijk. Wat is er met je gelijk? Je moet zo niet. Ja, bro, je hebt gelijk. Ik wil niet, joh. Nee, ja, sorry. Moeten we stoppen? Oké, dit is goed. Kom maar, het is goed. Ik ga mijn handen wassen, ik kom zo uitleggen. Zeg maar, jij bent weg. Thanks. Jij moet weg. Wow, yo, deze kan niet helemaal doorgetrokken. Zij toch? Hij weet nog niet dat het grap is. Nee, hij weet nog niet dat het grap is. Hij moet nu naar buiten. Ja, ik ben heel even aan het chillen, schat. Ik ben heel even aan het chillen, want ik zie die grootste reactie. Ik moet volhouden, ik kan het niet volhouden. Ik vind het kut. Ik heb te doen met die man. Die man heeft gelijk. Dit gaat gewoon te ver, weet je wel. En ik... Hier kon je op wachten. Joost, dit ging veel te ver. Kom naar buiten. Dit gaat veel te ver. Hij is weg. Ja, is goed. Oké, hij komt. Oké, iedereen weer even een shock. Oké, shock. Joost. Goos. What the fuck is dit? Holy shit. Draai maar. Die gozer heeft gelijk. Okay. Ben je oké? Ja, ik ben oké. Zijn jullie oké? Want jullie kregen ook een klap. Maar dit is gewoon te ver. Ik zag zijn reactie. Ik kon het ook niet meer volhouden. Oh nee, maar kom niet op, man. Ja. Nee, toch? Nee, ga maar naar binnen. Ga maar even naar binnen. Boeken. Weet ik veel, waar moeten we heen? Ja, gewoon weg. Waar moeten we heen? Holy shit. Gewoon politie met sirenes. Joost. Is de politie weg? Ja, nee, ik ben met de politie. Joost is bij de politie. Ja, nou goed, we praten het rustig uit. Niels en Martijn lopen richting de politie en leggen samen met Joost de situatie uit. Voor Joost wordt het zo ook duidelijk dat deze twee boze mannen twee acteurs waren. Na 1000 maal excuses gemaakt te hebben, komen ze er gelukkig vanaf met een waarschuwing. Kijk eens, daar zijn de twee acteurs. Ja, bij hem. Zo rot. Maar ik vond jou al zo overdreven reageren aan het begin. Mijn bucketlist zit erop. Gelukkig. Je deed je rol erg overtuigend, kan ik je vertellen. Ja, deed je goed. Ik schreef het. Zeg eerlijk, je schreef. Ja, heb jij helemaal gelijk. Het is heel k*** van de hele politie en alles. Ja. Maar dat we Joost zo bang hebben gekregen dat hij naar een wc is gerit. Om zichzelf op te sluiten. Ja, dit was lekker. Ik ben een dag lang de pranker geweest. En ook nog eens een keer goed geprankt door deze twee prankers. Maar goed, dit was mijn anti-bucketlist zoals je hebt gezien. Volgende week zijn we terug met een nieuwe anti-bucketlist.
En ja, wie weet is dan iemand anders lul of weer ik. En zie je volgende week. Geef je 100 euro als je hem in zijn ballen trapt. Nooit. 100?